En Vada Rentokil, en die komen uit Driebergen. Maar twee regioploegen kwamen in de finale, Die Hagen en Fortuna. En die finale werd gisteravond gespeeld in de Haagse Eibernesthal. Hans Rauwers erbij, hier is zijn verslag. 3-1 is de stand in een stampvolle Steenwijklaan Sporthal, Eibernest Sporthal. En het wordt 4-1. Dennis Vreugdehel. Fortuna natuurlijk kent niet de problemen die Die Hagen kent. Vertrek van 3 prominente spelers en dan ook nog de blessure van Johnny Abbenhuis. Het is verder. Het staat ook met 5-1 voor. Barry Schep. Die Hagen vecht voor wat het waard is. Het werkt hard. Krijgt de beloning middels dit doelpunt van Kees Slingeland. 5-2. En dit is een strafworp. Slingeland zelf gaat hem benutten. 5-3. Het hupje, het worpje en het doelpunt. Dan is de stand 8-4 wanneer we verder gaan in dit duel. Maar Loes Preuninger kan het ook van afstand. 9-4. Edwin Hogendorf heeft er nog een tijdje aan vastgeknoopt. Zou eigenlijk ook stoppen, maar ja. Het liep zo verschrikkelijk leeg bij Die Hagen dat hij besloot om nog door te gaan. Hij speelt onder nummer 2. Dit is Sander Kok. En Hans Heemskerk wint zich op. Dan weer Fortuna. Joost Preuninger. Helemaal hersteld. Fortuna trouwens helemaal in de sterkste bezetting. Dus er kan weinig meer fout gaan. Kan de strijd om het landskampioenschap aangaan, Fortuna. Voor Die Hagen geldt opbouwen. Patrice de Vos, 10-6. 12-7 wordt het met rust. We zijn nu bij een stand van 15-7. Kees Slingeland. Bianca Jansen. Dat is een mooie. 15-8. Johnny Abbenhuis. Nou, die zit zich op te vreten hoor, op die bank. Die wil zo graag spelen. Barbara Schools. Ja. 16-8. En Die Hagen nogmaals, het werkt. Ik zet ook de jeugd in, zal ik maar zeggen. Mara van der Veer onder andere, 16-9. Dan gaan we door naar de stand 18-10. Suzanne van Groeningen met nummer 7. En dat kan ze. 18-11. Licht aan de tunnel, niet echt, want Fortuna gaat gewoon ook door. Het is trefzekender. De 5e van Barry Schep, 19-11. Die Hagen dan weer. Mirjam de Klein. Dat is een flinke afstand. Mirjam de Klein. Prima interceptie. En dan gaan ze weer. Weer de Klein in het aanvalsvak. En die denkt, nou, dat heb ik daarnet ook heel erg leuk gedaan. Dus ik ga het nog eens een keer proberen. Hoppa. Jawel. 19-13. Maar de wedstrijd, dat is duidelijk, die is gespeeld. Wordt hier 20-13 door de 6e van Barry Schep. Marloes Preuninger. Prima aanval. Dan gaat hij weer naar Schep. Oh ja, daar staat hij. Precies. En dat is ook een afstand, hoor. Nummer 7 van Barry Schep. 21-13. Strafwoord dan van Kees Slingeland. 21-14. En dan zitten we tegen het eind van de wedstrijd. De laatste aanval. Hij komt op naam van Fortuna. Een schitterend doelpunt van Schotmeijer. En Fortuna wint de Haagse krant Korfbaldagen. Voor Die Hagen, ja, is er nog heel veel werk aan de winkel. Marloes, gefeliciteerd. Jullie zijn een end op streek als Fortuna. Ja, gelukkig wel. We zijn met een progressieve lijn bezig. En voor het eerst spelen we weer compleet. We doen niks nadelen van de invallers. Maar het begint wel weer lekker als je weer compleet speelt. Dus we kunnen nu weer gaan bouwen aan iets. Ja, dat bouwen dat hoor ik nu al heel lang. Hans Heemskerk die heeft vorige week gezegd van het moet er nu maar eens van komen. Ja, natuurlijk. Want volgende week gaat de competitie beginnen. Dus dan moeten we er staan. Maar ja, ook in Ahoy. Dat is ook de bedoeling. Ja, uiteraard. Maar naar Ahoy is nog een lange weg te gaan.
moet nog de hele competitie door. Dus, ja, dat weet ik ook wel, want je kunt je toch een doelstelling voornemen? Ja, uiteraard. Doelstelling is het allerhoogste wat er is. En dat is uiteraard Ahoy. Maar goed, je moet gewoon alles per week bekijken. En laten we eerst maar eens met de competitiepunten gaan beginnen. Maar Loes, jullie zijn zo sterk. Als ik zeg PKC en Fortuna die gaan dit seizoen de dienst uitmaken. Durf je dan te zeggen van, ja, dat moet wel kunnen? Nou nee, ik hoop het. Maar goed, ja, je weet het nooit. We hebben vorig jaar ook met heel veel geblesseerden gezeten. En het is gewoon van zoveel factoren afhankelijk. Maar als wij compleet zijn, dan hebben we inderdaad wel een goede kans om hoge ogen te gooien. Wat is jullie grootste tegenstander? Ik heb wel eens het idee, jullie zelf, de nervositeit vaak. Ja, dat is een goede die je aangeeft. Maar goed, uiteraard, we komen ook weer lastige tegenstanders zelf tegen. Waar we iedere keer weer moeten zorgen dat we de baas over ze zijn. Maar je hebt gelijk, het grootste gevaar zit voornamelijk in onszelf, denk ik.